De Rotterdamse politie zet alles op alles om de 15-jarige Jessica terug te vinden. Het zwakbegaafde meisje werd afgelopen zondag in Rotterdam gezien met een man van wie de identiteit inmiddels bekend is. En daarna zou ze naar Den Haag zijn gegaan. De politie wil dat de man zich meldt. Zondagavond verlaat Jessica de woning van haar vader aan de Voorhaven in Rotterdam-West. Ze is onderweg naar het huis van haar moeder. Ze stapt op bij metrostation Delfshaven aan de Schiedamse weg. Op beelden van de politie is te zien dat Jessica om 7:07 een halte verderop uitstapt bij metrostation Koolhaven en meegaat met een getinte man. We hebben natuurlijk een signalement verspreid van de persoon die hierbij betrokken was, van die meneer op de Koolhaven. En aan de hand van dat signalement hebben we een tip gekregen van iemand die zei, nou volgens mij is het die en die persoon. Waarop wij zeiden, nou ja, stuur maar wat foto's, dan kunnen we het gaan vergelijken. En het blijkt inderdaad om die persoon te gaan. Ja, maar ja, de grote vraag is dan, waar is die? Dat is inderdaad de vraag die wij onszelf gesteld hebben. We hebben deze informatie net, de identiteit van deze meneer is net bekend. En we zetten nu uiteraard volledig in op het achterhalen van de verblijfplaats van deze meneer. En bij metrostation Koolhaven, waar Jessica afgelopen zondag nog is gezien, staat verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, er wordt nu hulp van het publiek ingeroepen. Wat is de vraag richting publiek? Waar is Jessica? Wie heeft gezien met wie ze waar naartoe gegaan is? En dat gebeurt allemaal via aanplakbiljetten. Er hangen hierachter allemaal aanplakbiljetten. Die hangen in Schiemond, in Delfshaven, op de weg richting Den Haag. Maar vandaag werden ze ook opgehangen door de vader in Den Haag. Want daar is afgelopen maandag nog gezien. En de vader wil maar één ding, zo snel mogelijk zijn dochter terug. Wat denkt u dat er gebeurd is? Ik denk loverboy. Waren daar eerder al signalen voor? Helemaal niet. Het meisje was alleen maar thuis en met de vriendin en zo. En ging niet uit of dergelijke dingen of zo. Nog nooit weggegaan of weggelopen. Dat is nog nooit gebeurd. Nou, staat er ook bij in de omschrijving, bij het opsporingsbericht, dat uw dochter zwak begaafd is? Ja. Wat moet ik daar precies bij voorstellen? Nou, verstand van een kind van 10. Dus makkelijk beïnvloedbaar? Makkelijk beïnvloedbaar, ja. Geloof iedereen en alles. En, ja, vol van vertrouwen en zo. Alsjeblieft mensen, help ons om mijn dochter terug te vinden. Ik ben bang dat ze dadelijk hier verdwijnt en dat we dan helemaal niet meer terugvinden. Jan-Roelof, heeft de vader nog gereageerd op het nieuws dat de identiteit bekend is van de man die met Jessica gezien is? Nee, dat is echt nieuws van het laatste moment. Maar de man zei vanmiddag wel, ja, ik begrijp dat er allerlei privacyregels zijn. Maar hou er ook rekening mee dat het een kind van 15 is dat zwak begaafd is. Dus hij wil die foto sowieso tonen. Ja, Suzanne, en dan kom je toch, nu de identiteit bekend is, dat de politie dat niet zomaar mag. Er zijn allerlei regels en allerlei wetten. Dus dat is nog wel een spanningsveld. Nou ja, de politie zegt, één ding dat we kunnen doen, is zo snel en zo goed mogelijk de zaak onderzoeken. Maar die foto mag nog niet getoond worden. Dankjewel, Jan-Roelof Visser.